Ja hoor, het is 2016 en dit is de nieuwe video van DJ Timothy. Welkom allemaal op mijn kanaal. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de afgelopen video's met Timothy070. Ik vond het zelf onwijs leuk om te doen en we hebben erg genoten deze dag. Welkom bij de nieuwe video, maar eerst de intro. Ik wil deze video niet te lang gaan maken, omdat ik deze net 5 minuten geleden ook heb opgenomen. Helaas in HD en geen Full HD. Dus vandaar dat ik hem nu opnieuw opneem, alleen voor jou. Omdat je hem dan in Full HD kan kijken, dus maak er ook echt gebruik van. Deze video, 2016. Jongens, hallo, welkom allemaal. 2016, het nieuwe jaar. Dit jaar dat veel voor ons allebei gaat bieden, hoop ik dan tenminste. Veel gigs, veel geluk, veel liefde en... ik hoop dat het allemaal maar goed mag gaan. Met jou, maar ook met mij. Ik zit hier nu op mijn nieuwe bed. Een tweepersoonsbed. Het leek mij leuk om misschien een roomtour te gaan maken. Yay! Dan kon jij zien waar ik leef, hoe ik leef, hoe het hier uitziet en zo. Hoe mijn kamer eruit ziet. Lijkt dat jou nou leuk? Laat dat dan eventjes weten in de reacties hier zo beneden. Want daar ben ik erg benieuwd naar. Dan ga ik die video namelijk opnemen. En dan zal die binnenkort wel online komen op mijn kanaal. Daarnaast ben ik benieuwd wat jij nog meer wil zien voor op mijn kanaal de komende tijd. Ik heb ook een nieuwe camera met autofocus. Kijk, nu ben ik gewoon scherp. Vind ik echt leuk. Welkom in mijn kamer, jongens. Welkom. Het is vandaag al 4 januari. En ik heb vandaag mijn laser teruggebracht. Dat heb je kunnen lezen op mijn Facebookpagina. De Aira Ita 3D 80 mW laser. Deze heb ik dus vandaag teruggestuurd. En toen ging ik op mijn zolder waar al mijn spullen liggen. Misschien weet je dat niet eens, omdat je dat nooit hebt gezien. Zou best kunnen. Daar ging ik even opruimen. En toen kwam ik mijn rookmachine tegen. Mijn werkende rookmachine. De Antari F80Z. Het is een mooi ding, maar het is niet super, weet je. Er komt geen bam, stoot uit en zo. Het spreekt niet echt aan. Het moet gewoon verbluffend zijn. Die mensen moeten denken, jeetje, wat een grote rookwolk. Wat een professioneel ding, snap je. En die Antari, die geeft dat net niet naar mijn gevoel. Dus die heb ik net zojuist ingepakt en die ga ik morgen ook terugsturen. Morgen zit ik op mijn 55 dagen bedenktijd en dan geldt teruggarantie van Buckshop. Dus daar ben ik super blij mee dat ik daar nog in zit. Maar nu vraag je je misschien af, Timo, ga je dan in de plaats van die rookmachine kopen of ga je er geen één meer kopen? Natuurlijk wel. Dit merk is vaak door jullie achtergelaten in de video waarin ik vroeg welke ik moet kopen. En het is van mijn voorganger, tenminste niet mijn voorganger, maar zijn ex-voorganger. Dus de allereerste eigenlijk die ik had, de Aira WSM-01. Maar dit keer niet de 01, de 02, de 1200 watt versie. Dan vraag je misschien af, Timo, waarom niet de 03, de 1500 watt versie? Doe het dan gelijk helemaal over de top en zo. Nee, weet je, die 1200 watt is genoeg voor mij. Het is een mooie output en ik heb die 1500 echt niet nodig. Die 1200 is prima. Maar het is nu 2016 en welkom in het nieuwe jaar allemaal. Ik hoop dat dit jaar echt super goed is en dat ik de 2000 abonnees sowieso bereik met mijn YouTube kanaal. Het lijkt me ook super gaaf om tegen de 3000 abonnees te gaan. Misschien wel hoger, wie weet wat dit jaar mij gaat bieden op YouTube. De meet and greet natuurlijk. Ik hoop ook echt super erg dat die doorgaat. Dat zou echt zo gaaf zijn om jullie te ontmoeten, jou daar achter je telefoon, pc. Of waar je dit ook op kijkt. Daar ben ik trouwens ook best wel benieuwd naar. Waar kijk jij mijn video's op? Staat je telefoon, je computer, je laptop? Laat het even weten. In ieder geval jongens, het jaar 2016. 2015 is voorbij. 2015 heeft veel mooie dingen opgeleverd. Ik ga even kijken hoeveel abonnees ik dit jaar heb gekregen. Afgelopen jaar 2015 heb ik in minuten 577.000 weergavetijd gehad. 4.077 likes gehad. Bijna 3.100 reacties gekregen in 2015. En 918 abonnees erbij gekregen. Momenteel, nu ik deze video opneem, zit ik op de 1.500 zoveel abonnees. Want dat is namelijk raar, want mijn YouTube... ik weet niet, misschien doet een van jullie YouTube... maar als je dan hier zo kijkt, dan staat er 2000. Hoe komt die 2000 abonnees hier nou? Het klopt helemaal niet. Dus dat heeft dit jaar mij gebracht qua abonnees. 920.
dankjewel voor het kijken alweer in 2016. Doe alsnog eventjes dat blauwe duimpje omhoog. Dat steunt mij onwijs. En ja, dat laat mij doorgaan met het video's maken voor jou. En dat houdt het plezier erin voor mij. Laat ook zeker weten in de reacties wat jij ervan vindt. Er zijn heel veel toffe fans en kijkers die elk video weer een reactie geven, hun mening. En dat vind ik super fijn. Dan weet ik wat ze ervan vinden. Dan weet ik dat ze het leuk vinden. Dan weet ik dat ze het blijven leuk vinden. En dat betekent gewoon veel voor mij. Dus het lijkt me alleen maar tof als meer mensen dat gaan doen. En dus ook jij, als je dat nog niet doet. Vergeet daarnaast niet te abonneren op mijn kanaal als je nog niet bent geabonneerd. Welkom in 2016 op mijn kanaal dan. En ja, ik hoop dat jij dit jaar je vrienden en familie ook op mij laat abonneren. Zodat ik die 3000 abonnees haal. Dat zou echt super zijn. Mijn standaard uploaddag is trouwens vrijdagmiddag geworden om 12 uur. Hiernaast zal af en toe een extra video online komen. Ook om 12 uur, altijd om 12 uur. Dus zit je nou te kijken op YouTube en is het maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag en is het 12 uur. Check dan even of er een extra video online is gekomen. Hoop je niet te vaak op natuurlijk, want het is super veel werk om dit te maken. Maar elke vrijdagmiddag komt er standaard een video online om 12 uur. En ik hoop dat jij deze leuk vindt. Elke week opnieuw. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Keep smiling and keep watching my videos.